Het gaat dramatisch bij PSV. Wanneer wordt het tijdgekeerd, denk je? Nou, dramatisch is wel een heel groot woord. Maar we hebben gewoon geluk dat de andere ploegen ook zo slecht zijn. Anders stonden we al 10 punten achter. Ik had gedacht dat langs er wat meer mensen hier stonden die een beetje boe zouden, die een beetje zouden protesteren. Want ik vind, als ik naar het voetbal kijk, is het toch wel zeer triest. Goedemorgen, meneer Frans. Hoe is het met u? Goed. Klopt niet, lekker bij PSV. Nee, kan wel beter. Hè? En wie is de hoofdschuldige hieraan? Meneer Frans? Heeft u niet even tijd om even met ons te praten? Nee, ik ga even weg. Maar waarom neemt u geen verantwoordelijkheid nu? Meneer Brand, waarom neemt u geen... Maar hoe denk je dat de situatie te verbeteren? Dat gaan we de komende dagen bespreken. Veiliger, komt ons duwen, joh. Is dit, meneer de voorlichter, is dit hoe jullie hier met de pers omgaan bij PSV? Nee, natuurlijk niet. Ja. Waarom doet hij dat dan? Heb je al koffie gehad? We dropped a couple of points, but that's football. That's life. Sometimes you play good and win, sometimes you play bad and lose. We werken hard eraan. Het is niet dat we niet ons best doen, toch? Maar het is helemaal niet goed genoeg. Ja, dat is wat iedereen zegt. Nou, dat is dan de feiten, Jetro. Ja? Daar heb je gelijk in. Begin bij het bestuur. Die zit er al lang, hè? Ja, daarom. Dus begin daar. En ik vind ook dat ik ook u een eerlijke, flinke kans moet krijgen. Goedemorgen, Filip.